Hij is bekend van de ridge over zijn rug, oftewel de streep met haren in de verkeerde groeirichting over het midden van zijn rug. In deze video vertellen wij je alles over de Rhodesian Ridgeback. Deze hond is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika. Daar bewaakten de voorouders van de Ridgeback de kuddes en dorpen. Even later werd hij gekruist met jachthonden, waardoor hij een grote hond is geworden die geschikt is voor het jagen op groot wild. Dit is de Rhodesian Ridgeback zoals wij hem vandaag de dag kennen. Tegenwoordig wordt hij vaak als huisdier gehouden. Hij zal niet vanzelf achter je aanlopen, maar houdt wel continu alles in de gaten om zich heen. Vooral wanneer hij jong is, wil deze energieke hond vaak de grens opzoeken van wat wel en niet mag. Hij wordt pas laat geestelijk volwassen. Dit gebeurt meestal als ze rond de 2,5 jaar oud zijn. Hij is zelfstandig, dapper, intelligent en eigenwijs. De Rhodesian is erg gehecht aan en beschermd over zijn familie. Bij vreemden kan hij zich daarom ook gereserveerd gaan gedragen. Naar kinderen en andere huisdieren toe is hij tolerant en vriendelijk, mits hij goed is gesocialiseerd. Om in topvorm te blijven, vereist de Rhodesian enorm veel dagelijkse lichaamsbeweging. Van nature spaart deze hond zijn energie, wat betekent dat hij niet snel uit zichzelf zal gaan rennen. Wanneer hij actief is, betekent dit dat jij zelf ook actief moet zijn. Het is een gespierde en sterke hond. Hij wordt gemiddeld 61 tot 69 centimeter groot en het gewicht ligt gemiddeld tussen de 32 en 37 kilo. De vacht is kort en dicht en de verzorging is hierdoor erg eenvoudig. Af en toe een zachte borstel over zijn haren is meer dan voldoende. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Wil je meer weten over de Rhodesian Ridgeback of over een andere hond? Neem een kijkje op onze website www.bazooki.com en volg ons op onze socials.